Stella is volop aan het oefenen voor hockey. Dit is Stella. Haar grote zus is Amelie en zij speelt hockey, inline hockey. Dat is hockey. In plaats van op het ijs met ijsschaatsen spelen ze dat in een sporthal op inline skates. Vandaar de naam inline hockey. Om dit te oefenen hebben ze een gladde ondergrond nodig. En in de tuin gebruiken ze daarvoor een betonplaat. Dat is een multiplexplaat die afgewerkt is met een gladde zwarte toplaag, waardoor dat de puck daar heel goed op glijdt. Toon een keer wat hij al kan. Heb je dat gezien van grote zus? Aha! Kijk, dan moet je in het midden van de plank. Ik heb voor zus wel een grotere plank gemaakt, hè? Ja, doe maar. Ja, bijna. Oh, bijna. Ja! Goed zo. Ik sla dan wel niet tegen mijn hoofd, hè? Ja! Mooi. En ik kan ook gooien op een puck. Doe maar, hoor. En dan moet je, ah ja, gooien op je puck, ja. Ah, op je stick, je puck op je stick gooien, is dat? Ja. Wow! Ho, ho, ho. Zie je? Ja, dat is, dat zijn trucjes, hè. Amie kan dat ook zo op een puck. En leg dan nog een keer het midden aan de plank. Ja, zie hoe het gewoon pas valt en zo gooien. Wauw! Goed gedaan. Leg dan nog een keer het midden van de plank en sla de puck nog eens naar hier. De puck. En sla maar. Goeie. Ik heb wel nog een puck in gedaan. Omdat twee kan ik niet. Maar ik kan maar één doen. Nooit zo. Op de mat. Ja. En zo gooien. Ha.